Vandaag gaan we met de kinderen en dan de kleinste groep, de bevertjes, gaan we paaseieren zoeken en diverse kleine spelletjes, allemaal gerelateerd aan Pasen. Jeroen, wat voor kinderen maken nou gebruik van de scouting? Van alles en nog wat, iedereen is welkom. Vandaag gaan we met de bevertjes gaan we paaseieren zoeken en andere paasopdrachtjes doen, zoals met een ei op een lepel rondlopen. Ook een klein beetje hoe een petje er zelf naar staat, wat voor opdrachten we nog meer gaan doen. 1, 2, 3. Bij de vlaggenmast in de kring, halve kring. Met de jongste is het vaak wat spelletjes binnen en buiten. Met de welpen is het toch wat meer het ondernemen, het echte, de scouting technieken voorbereiden. Vooral als ze naar de verkenners gaan, het als scouts tegenwoordig. Bij de scouts is het pionieren, hikes lopen, wandeltochten. Ja, noem het maar op en we doen het wel. En buiten spelen en zo. Ja. En spelen. Een ei. Een ei. Maar we zijn een fusie uit andere groepen en in totaal hebben we daardoor een bestaan van 75 jaar dit jaar. Ik zie hier ook. Maar dit is dan niet dezelfde, hè? Nee. Dat moet je wel laten liggen, hè? Daar. Nee, dus kijk even. We hebben door het corona bijna een jaar eigenlijk zo goed als stilgelegen. We hebben een paar weken met aangepaste tijden gedraaid. Alleen de behoefte was toch weer om de originele tijden te gaan draaien. En dat doen we dus weer sinds vandaag. Wil jij deze even weglaten? Iedereen mag zich aanmelden. Ze kunnen sowieso de eerste vier keer gratis meedraaien. En als het ze bevalt, dan hopelijk worden ze allemaal lid.